Anna Pavkovic, wat voor gevoel heb je? Want je wordt net gehuldigd, je krijgt bloemen voor je periode in Dalfsen. Maar jullie gaan er wel met 23-29 af tegen VOC. Ja, een beetje verdrietig. Het is jammer om je laatste thuiswedstrijd met een verlies af te sluiten. En het is gewoon jammer dat we in deze wedstrijd hebben laten zien. Want in de eerste helft dan staan we met een paar achter. Komen we hartstikke goed terug. En daarna maken ze een 7-0 run voor de rust. Kost gewoon heel veel energie om dan weer terug te komen in de wedstrijd. Ja, jullie spelen denk ik een kwartier, 20 minuten heel goed. In het moment waarop jullie ook inderdaad stops in de verdediging maken, dan kunnen jullie denk ik ook heel snel naar die fastbreak toe. Dan ben je gevaarlijk tegen VOC. Op het moment dat je daar niet uitkomt uit dat spel, knallen ze over jullie heen. Ja, ik denk dat onze kracht gewoon echt is om goed in de dekking te staan. En dan inderdaad de snelle tegenaanval of de breakout te lopen. Maar als we op een gegeven moment in de aanval vangballen gaan schieten, dan straft VOC ons gewoon af. En dan zijn zij op dat moment gewoon veel sterker als wat wij zijn. Ja, jullie hebben het geprobeerd, ook met die vondst van Monique, de coach, om jou op te offeren om direct als je uit de aanval komt, Rachel de Hazen op te vangen. Ging dat goed genoeg, vond je? Ik denk dat het niet heel vaak nodig was in de wedstrijd, omdat de wissel wel snel werd gemaakt. Ik denk dat ik nog wel iets beter erop kan staan, want Rachel is wel heel erg snel. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik niet overlopen word. Maar ik denk dat dat het kleinste detail is waar we ons op moeten focussen richting volgende week. Ik denk dat er genoeg andere dingen zijn die prioriteit verdienen om op te focussen. Ja, wat voor prioriteit moet er gelegd worden? Want hè, als ik naar de wedstrijd kijk, ik heb het ook een aantal keren in het radioverslag gezegd. Ze zijn jullie de baas, maar dat komt ook omdat ze op de een of andere manier het lijkt alsof ze veel meer willen. Alsof het beter zit bij de club. Snap je dat? Ja, ik heb het gevoel alsof wat meiden uit ons team wat geïntimideerd raken door VOC. Zodra zij een paar doelpunten maken. En dat is helemaal niet nodig, want we hebben de afgelopen jaren ook gewoon laten zien dat als wij achter stonden, dat we ook gewoon hartstikke goed terug konden knokken. En het is jammer dat het gewoon de laatste wedstrijden tegen VOC niet lukt. En die knop moet echt omgeschakeld worden. Willen wij nog kans maken op het kampioenschap dit jaar? Kan wel, hè, want je hebt daar al een keer gewonnen dit jaar. Ik heb er alle vertrouwen in dat het nog kan. Het is niet voor niks een best of three. Ja, ik zie het glimlachje komen als je zegt ik heb er alle vertrouwen in. Is dat ook echt zo? Ja, ik heb er echt vertrouwen in. Je ziet als wij gewoon goed in de dekking staan, met ons kopje spelen, dat de VOC gewoon, we stonden, wat was het, met 4 achter en we staan 9-6 voor. Dus het kan wel, maar we moeten gewoon met ons kopje blijven spelen. En je merkt wat dat betreft dat we soms nog wat onervaren zijn. Maar als het gewoon 2 wedstrijden goed gaat, ben je gewoon kampioen. Dus er is nog alle kans voor ons. Het zijn 2 wedstrijden in Amsterdam. Hier kom je mee terug. Kijk eens om je heen. Wat zie je dan? Ja, een hele mooie hal waar ik hele mooie jaren heb gehad. Ja. Is dat het gevoel wat je erbij hebt? Het is het gevoel van een beetje afscheid nemen natuurlijk. Ja, het was mijn laatste wedstrijd vandaag. Het was wel lastig. Ik heb echt heel slecht geslapen erdoor. Ik werd echt om het uur wakker. Ik had allerlei dromen over de wedstrijd en zo. En ik vond het echt jammer dat het mijn laatste wedstrijd was. Maar zoals ik al zei vaker, ik heb zelf de keuze gemaakt om de stap naar het buitenland te maken. En ik heb echt een ontzettend mooie tijd, 5 jaar gehad bij Dalfsen. Het voelde echt als mijn tweede thuis. En ik zal zeker nog een paar keer terugkomen om te kijken. Ja, dat is de eerste keer dat ik dit aan je ga vragen. Maar wat heb je dan gedroomd? Ja, over het afscheid, over de wedstrijd zelf, gewoon van alles. Ja, kun je dat plek geven als je hier dan staat? Dat je denkt, hey, shit, dit is nu gewoon afgelopen, ik ga naar Duitsland. Ik vind het op dit moment heel lastig, vooral omdat we op deze manier ook de wedstrijd hebben verloren. Ik denk dat het even 2 dagen nodig heeft. En het hoeft nog niet afgesloten te worden, want het seizoen is nog niet klaar. We hebben nog 2 wedstrijden te gaan. Ik denk dat pas dan het besef komt als het seizoen helemaal klaar is.